Welkom in deze besmette stad Antwerpen, een klein stadje aan de Schelde. Men noemt dat hier Thailand. Zitten wij hier in Thailand? Nee, het eilandje. Het eiland. Het Antwerps dialect, u misschien bekend, is een havendialect. Exact 2 jaar geleden zijn we hier gestart met de actie tegen deze plastic keutels. We hebben eigenlijk teruggevonden dat deze keutels heel veel in de Antwerpse haven voorkomen, maar eigenlijk ook terug te vinden zijn tot aan de kust, de Belgische kust en de Nederlandse kust, waar de Schelde start. 2 jaar verder is er inderdaad al het een en het ander gebeurd. Het Antwerps havenbedrijf heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen om de Operation Clean Sweep op te starten. Dat is eigenlijk een vrijwillige samenwerking tussen de vervuilers in de haven om het verlies van plastic korrels tegen te gaan. Zoals u ziet, we staan hier in het Gelgeschoor en er liggen nog steeds korrels hier op de grond. Er worden nog steeds dagelijks heel veel korrels verloren hier in de haven. En nee, we zijn dus nog niet aan een oplossing. En ja, we moeten actie blijven voeren om deze plastic keutels op te ruimen. Dat was ook toen 2 jaar geleden het Antwerp stadsbestuur bekend maakte dat INEOS hier in de haven een nieuwe fabriek ging bouwen. Op basis van schaliegas. Eigenlijk wil dat zeggen dat de Antwerpse haven investeert in het produceren van nog meer plastic. En deze plastic keutels zijn de basis van alle soorten kunststof die we gebruiken. Welke zijn die concrete acties die jullie afgesproken hebben? Ja, we zijn in 2020 zijn we effectief gestart met dat actieplan, waar we uiteindelijk ook verwachten dat alle bedrijven dit implementeren. Ja. En daar zal ook op het einde van het jaar zal er uiteindelijk daarover gerapporteerd. Belangrijk om daarbij te zeggen is, een van die acties is de ontwikkeling van een certificatiesysteem. Op die manier garanderen we uiteindelijk ook meer transparantie en een vorm van een verantwoording. Dus dat certificatiesysteem, dat is volop in ontwikkeling. Als ik het goed voor heb, zal dat klaar zijn in januari 2022. En hoe komt het dan dat er momenteel nog niet zoveel te zien is van de resultaten op het terrein? De resultaten die wij zien natuurlijk, die zijn voornamelijk binnen de confrère van het Antwerpse havengebied. Hier kijken we naar onze openbare weg. We zien ook natuurlijk hoge concentraties op de Scheldeoevers. Dus dat is een ander verhaal. Waarom ook? Ja. Omdat we op die Scheldeoevers daar heel veel nog historische vervuiling zien. Het is zo dat in die natuurgebieden, dikwijls is dat toch wel een natuurgebied of moeilijk toegankelijk terrein, hebben daar de voorbije jaren eigenlijk geen opruimacties plaatsgevonden. We hebben inderdaad aan de milieuinspectie gevraagd dat er vooral al rond de vervuiling van de keutels gedaan werd hier in de haven. En eigenlijk hebben we daarbij gezien dat er enkel aanmaningen worden gestuurd voor de vervuiling die bijvoorbeeld op de sites van Katoenatie nog wordt ontdekt. Dat daar enkel aanmaningen worden gestuurd, maar nooit wordt daar de opvolging gegeven aan PV's. Dus is de vraag eigenlijk van, oké, wat doet onze milieuinspectie? Waar hebben we de stok achter de deur om vervuiling in deze haven effectief te bestraffen en te beboeten? We hebben actie gevoerd tegen INEOS, eigenlijk omdat bij INEOS de verschillende dingen samenkomen. Ik denk dat we naar het totaalplaatje van de Antwerpse haven moeten kijken en ook moeten zien waar gaan we met de Antwerpse haven naartoe. Moeten we investeringen zoals INEOS die doet in nog meer plastic productie
invoeren van schaliegas, is dat de toekomst van de Antwerpse haven. En dat is voor ons het INEOS een symbool, dat is hier, om die discussie te voeren. Schaliegas is een heel verontreinigende manier om eigenlijk olie en gas uit de grond te halen. Er worden chemicaliën in de grond gespoten, waardoor dat er eigenlijk lagen naast elkaar bewegen. Het grondwater wordt verontreinigd en eigenlijk zie je dat die grond qua biodiversiteit en ecologie helemaal om zeep is. INEOS is een startpunt eigenlijk om de discussie in de haven aan te gaan, maar als we dieper graven in de haven, zien we ook dat er rond vergunningen en rond milieukwesties nog wel meer los is. Dus het is een symbooldossier om eigenlijk een diepgaander milieuprobleem in de haven aan te kaarten. De kraker die INEOS nu voorstelt om in de haven hier te bouwen, die zal uit ethaan, zal die ethyleen maken. Wat dat momenteel gebeurt in krakers is dat uit nafta en propaan, dat daar ethyleen, propyleen, butadeen, benzeen uit wordt gemaakt. Dus dat wil zeggen dat er een rijkere, dat er meerdere moleculen worden geproduceerd. Dat maakt dat er ook meer energie wordt ingebruikt. De propaandehydrogenatie bijvoorbeeld, die zal niet meer werken met het krakingsproces. Dus aan zich is dat een technologische vooruitgang, zeker en vast. En er zal ook minder CO2 worden uitgestoten. Dat is een vooruitgang. Anderzijds is het ook een introductie van schaliegas. Maar dat hebben we ondertussen ook op BASF gezien. De propaan die hier gekraakt wordt, die komt ook uit de Verenigde Staten voornamelijk. Ook het schaliegaswinning, dat is dan een bijproduct van schaliegas, zeggen ze altijd. Het voornaamste product is methaan, maar er zit ook een deel ethaan en een deel propaan bij. Dus BASF zet die propaan ook al in, maar dat wel in het krakingsproces. Er is niet echt een grote vraag naar ethyleen, bij mijn weten. Dus aan zich denk ik dat er vooral de concurrentie zal gaan spelen op het moment dat er zo'n speler bij komt. En waar ik dan als syndicalist vooral voor vrees, is de repercussies dat dat zal hebben op de werkstelling. Ik denk dat de beloofde jobs, dat nogal een gok is, die 400. Dat zullen er geen 400 netto extra jobs zijn die erbij komen. Er zijn oudere installaties die dat dan gedateerd geraken en die nieuwere installaties die zullen die vervangen. Maar dat zal nooit gaan op een ordentelijke manier, omdat je de concurrentie zo hard laat spelen. Ik denk dat we met de verstrengde Europese doelstellingen en met het slecht klimaatbeleid dat in Vlaanderen gevoerd wordt, eigenlijk nu pas de ogen ook op de haven zetten, omdat hier een supergrote uitstoot van CO2 is. Maar we durven er eigenlijk als Vlaanderen geen streng klimaatbeleid rond te voeren. En dit is eigenlijk het eerste symbool dat hier in de haven dat we vastgrijpen om deze discussie te voeren. Ik denk hier in Antwerpen dat de meeste investeringen zijn eigenlijk in het onderhoud en het moderniseren van de huidige installaties. Heel veel nieuwe komen er niet bij. Er komen er nieuwe bij, zeker en vast, maar dat zijn geen mega-investeringen. Dus dat is dan het verschil natuurlijk met het project van INEOS, is dat dat wel een grote investering zou zijn. En dat is al heel lang geleden. Maar het is geen nieuwe technologie, het is een oude technologie die daarmee nieuwe apparatuur en nieuwe machines uiteraard efficiënter zal zijn. Maar het biedt niet echt een oplossing aan het algemene probleem van het verbranden van fossiele grondstoffen en brandstoffen. Er is inderdaad heel veel vervuiling in de Antwerpse haven en we zijn eigenlijk gaan opzoeken wie de inspectie doet op de vervuiling. We hebben de vergunningen opgevraagd van fabrieken die gelinkt zijn met het maken van deze plastic keutels. En eigenlijk vanuit deze vergunningen kunnen we zien dat specifiek twee agentschappen heel vaak geen advies geven. Dat is agentschap Natuur en Bos en het agentschap Zorg en Gezondheid. Wat je eigenlijk ziet als die adviezen niet worden uitgereikt, dan zie je eigenlijk dat er geen rekening wordt gehouden met het welzijn van de mensen of met de bescherming van de natuur. En ga je eigenlijk rechtstreeks in tegen een streng milieubeleid of tegen een goede haven die zijn bevolking beschermt.
Ik heb hier twee vergunningen, één van ExxonMobil en één van BASF. De vergunning van ExxonMobil dateert van 2019 en gaat eigenlijk over de bouw van nieuwe opslagplaatsen voor toch wel 6 ton irriterende vaste stoffen en 100 kilogram irriterende vloeistoffen op 75 meter van de slikken en de schorren langs heel de Schelde, op 850 meter van Blokkersdijk, maar ook dat er een vogelrichtlijngebied op 850 meter van deze terrein zal lopen. Toch allemaal dicht bij natuurgebied en op deze vergunning geeft ANB geen advies. BASF vraagt in 2014 eigenlijk een vergunning aan om zijn productie te verhogen. In deze vergunning een beetje verder staat dat de bijdrage van deze BASF-site gaat over stikstofdioxide, ook zwaveldioxide, opnieuw woonkernen in natuurgebieden die toch dicht bij deze sites liggen en waar dat Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Zorg en Gezondheid geen advies op geven. Volgens mij is de enige manier om die transitie goed te doen, is door dat planmatig en op een wetenschappelijke manier te doen. Maar als je ziet welke chaos dat er is in de productie en in de investeringen die dat er worden gedaan, dan vrees ik ervoor dat dat plan er echt zal komen of dat er nog maar een aanzet toe is. Dus in die zin denk ik niet dat we binnen dat huidige systeem waar we nu in lopen door die concurrentie te laten spelen, dat we daar op de meest efficiënte manier naar een CO2-neutrale haven kunnen gaan. Wat de overheid vooral kan doen is normering. Dat is de enige methode die je hebt om multinationals als deze toch te laten luisteren, want hun impact is enorm. Dus er wordt enorm veel meerwaarde gecreëerd in de chemische industrie. En we zien jaar na jaar dat er hoe langer hoe minder eigenlijk terugvloeit naar het personeel dat er werkt en ook minder terugvloeit naar de samenleving. En dat is een fundamenteel probleem. Zeker als je wil gaan naar een ecologische transitie, denk ik dat er vanuit de multinationals bijzonder veel middelen nog zullen moeten geïnvesteerd worden. Momenteel zien ze enkel maar naar de overheid en ze voeren daar ook de druk op om de lonen te beperken bijvoorbeeld. Dus in die zin kan je de sociale strijd en de ecologische strijd kan je die wel verenigen in een strijd om de inzet van kapitaal dat nu eigenlijk staat te roesten ergens, omdat het niet interessant is om te investeren. Chuck, dat is onze. Voilà. Petit géant, bateau te berce, roule de reis, sur toi verse, petit géant, danse avec nous, va ne te retourne pas. Oh, belle éperse, couleur, en route, vois la ville, chapeau magique, mon joli monde, que tombe la nuit, pour toi, ciel des trois amis, petit géant, si tu. Ja, als het over die normering gaat, wat is in uw hoofd dan nu het volgende dat genormeerd moet worden? Ik denk dat het voornamelijk over CO2 gaat op dit moment. Ja. En normering is dan nodig om bedrijven te dwingen om iets te doen. Maar uiteraard vind ik ook wel dat het dan sociaal moet kunnen. Het is niet door te normeren dat je iedereen moet wegjagen van de industrie. Ja. Je moet een plan hebben om dat correct te doen. En dat is ook wat ik eerder al zei, dat plan
hoe realistisch het dat is binnen dit stelsel om dat geregeld te krijgen, dat is heel moeilijk, denk ik. Het engagement van de multinationals denk ik niet dat volstaat om er te geraken. Daar dat je een overheid nodig hebt die dat reguleert, maar die dat ook eigenlijk de economische macht in handen heeft voor een deel toch, om dat te kunnen realiseren. Terwijl het zich nu heel hard concentreert bij een hele kleine groep van zeer kapitaalkrachtige multinationals. Ja. En denk je dat de overheid nu genoeg macht heeft of genoeg... Ik ben gewoon zelf niet zo hoopvol over de regering nu, om te zeggen om zo een ambitieus plan op tafel te leggen of om te zeggen oké, we gaan dan binnen dit en 20 jaar gaan we dat stelselmatig afbouwen en we vragen inderdaad engagement van BASF en engagement van ExxonMobil, Borealis. Ik heb niet het gevoel dat we nu met een minister of met een regering zitten die dat kan, maar... Ik deel dat gevoel volledig mee. Ik denk dat je ziet van de lobby die dat er dagelijks eigenlijk wordt ingezet, dat gaat over een aanzienlijk aantal mensen dat er voltijds mee bezig zijn om wetgevingen en zo te schrijven eigenlijk voor de politiek. En die worden op die manier eigenlijk voorgesteld. De wetten zijn soms echt geschreven, letterlijk, door de industrie. Dus als je dan vraagt van ja, is de politiek nu in staat om dat te doen? Ik geloof er ook niet in dat het deze politiek van nu zal zijn die dat kan doen. Ik denk dat er eigenlijk heel veel, nog heel veel protest voor zal moeten komen. En echt wel sociale actie van de milieubeweging en van de vakbonden. Ja, dat is ook de discussie die we daar juist van gehad hebben. Hè. Hoe komt dat er nog niet is? Hoe komt dat de milieubeweging de vakbond zo moeilijk vindt? Of dat de vakbond de milieubeweging moeilijk vindt? Is dat omdat we een andere strijd aan het voeren zijn? En naar mijn gevoel niet, maar... Nee, naar mijn gevoel ook absoluut niet. Maar ik snap wel dat er een tegenstelling is. Een valse tegenstelling eigenlijk. Vooral dan de perceptie van de milieubeweging dat ze tegen de industrie is. En ik denk dat die ook voor een deel is een stroming binnen die milieubeweging die daar echt tegen de industrie is. Terwijl ik denk dat de industrie echt dat de sleutel kan zijn eigenlijk net naar de transformatie die dat moet gebeuren op deze moment. En het is ook gewoon een illusie om te zeggen wij kunnen zonder die industrie. Dus als je dat zegt, dat denk ik vervreemd voor een deel van waar dat de koopwaren en zo, waar dat die gaat gemaakt zijn op dit moment. Als je dat allemaal zou willen gaan vervangen, dan gaan we nog veel meer investeringen nodig hebben. Ja. Als degene die dat nu al nodig zijn voor het milieuvriendelijker te maken. Ja. Maar dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, hoe dat nu in elkaar zit, je hebt enerzijds je normering vanuit de overheid, je hebt je Vlaarrem en je hebt heel je kader waar dat je binnen zit, maar binnen... Dus je hebt die overheid nodig om een soort van normering te zetten. Maar je hebt ook dat engagement van je multinationals nodig om te zeggen van oké, we gaan wel op die vergroening en op die minder uitstoot van CO2 inzetten. Is dat een overleg dat tussen vakbonden van de verschillende van die verschillende chemiebedrijven dat gevoerd wordt? Of is dat echt iets wat alleen maar eigenlijk in de ondernemingsraad of in de kleine achterkamers wordt bedisseld? Ik vrees dat eigenlijk de rol van de vakbonden nog veel te klein is op deze moment daarin. En dat er ook voor een deel nog bewustmaking nodig is binnen de vakbond. Je ziet dat wel beginnen. De Algemene Centrale heeft ook voor 2 jaar geleden heeft die wel opgeroepen om deel te nemen aan de betogingen van de jongeren, de klimaatbetogingen. Maar dat is ook altijd maar een deel eigenlijk nog van de delegees die dat daar echt in meegaan. Dus wat dat betreft denk ik dat er voor ons in de vakbond ook nog wel een taak is weggelegd, absoluut. Ja. Om dat aan te kaarten, dat op termijn zal dat onvermijdelijk worden dat we daar een standpunt moeten gaan innemen. Dus we kunnen daar beter op voorbereid zijn en ik denk dat we dat best doen door zelf te overleggen en tot een consensus te komen waar het beste is voor de jobs en voor het milieu. Dus dat kan, zoals ik dat zie, is het dan echt een plan dat op wetenschappelijke basis stoelt, waar dat duidelijk is wat dat van iedereen wordt verwacht. En waar je niet meer echt over een engagement van multinationals spreekt, maar over zo de overheid die echt de teugels in handen neemt. Ja. Ik zie diezelfde... Met de vakbonden erbij. Ja, voilà. Ja. Want dat zie je nu niet, hè? Nee, zelfs op de corona is er geen, nee, geen voilà. Overleg nee. Met de vakbonden. Je hebt hier een corona-overleg in de haven en we hebben er echt wel op gehamerd dat de vakbond daar moest bij zijn, maar dat is er helemaal niet van gekomen. En dat zie je, hetzelfde zie je bij de milieucrisis eigenlijk, dat de werknemers van die sector komen eigenlijk niet echt aan bod in heel de discussie.
Terwijl zij wel de kennis dragen die daar nodig is om de transformatie te verwezenlijken. Dus, ja. Want dat zie ik bijvoorbeeld binnen de milieubeweging dan ook wel. Je hebt wel een aantal mensen die heel goed academische teksten of zo, de theoretische kennis van wat dat er hierachter allemaal gebeurt, kunnen interpreteren. Maar ik mis daarbij ook wel echt zo wat de overtuigingskracht om te zeggen van oké, dat is wat dat er nu nodig is. Omdat dat zo'n focus is op die CO2-uitstoot. En dat moeten we daarmee doen. Waarbij dat je inderdaad ook stromingen binnen de milieubeweging hebt die zegt ja, het moet gewoon één groot museum worden. Voilà, en we moeten daar over 10 jaar een ticketje voor betalen om niet naar Bobbejaanland te gaan, maar naar hier te kunnen komen kijken. En daar ben ik zelf ook niet mee eens. Maar dat, je voelt daar ook wel de discussie van hoe moeten we ons verhouden ten opzichte van de vakbond? Of hoe... Ik denk, ja. Sowieso is er ook bij het personeel. Hè. Bij de vakbond is al niet iedereen het erover eens, maar het personeel in de chemie... Ik moet zeggen dat daar toch een vooruitgang is geweest in de bewustwording rond de problematiek. Je had vroeger de klimaatontkenners, maar dat is er zo wat uit. Dat zijn nu degenen die dat zeggen, het is toch al te laat. Dus vroeger was er geen probleem, maar nu is het al te laat om het op te lossen. Dat is gewoon om niks te moeten doen natuurlijk. Ja, fatalisten. Fatalisten, maar dat zit er bij de vakbond ook wel voor een heel deel in. En dat zijn wel discussies, dat moet je gehoord hebben. Ja. Oké. Goeiedag Dirk, welkom op het gesprekje dat we zullen voeren. Het zal gaan over je recentste boek, dat, als ik me niet vergis, eigenlijk een soort actualisering is of concretisering van een eerder boek dat je hebt geschreven over de risicosamenleving. Maar deze keer gaat het over eigenlijk corona, dat volgens jou een perfecte uitdrukking is van wat je bedoelt met een risicosamenleving. Wat bedoel je daar eigenlijk mee dat we in een risicosamenleving leven? Wel, de term risicosamenleving komt van de Duitse socioloog Ulrich Beck, die je voor de eerste keer gebruikte in een boek dat een standaardwerk is geworden vlak na de kernramp van Tsjernobyl 1986. En Beck is eigenlijk gaan bekijken hoe risico's steeds dominanter worden in onze samenleving, steeds meer op de agenda komen en hoe de sociale strijd ook een stukje verschuift. En niet meer alleen een sociale strijd is om de verdeling van de rijkdom, maar ook steeds meer een sociale strijd om de verdeling van risico's. En hoe komt dat? Dat mensen zich gaan organiseren, dat mensen samen in actiegroepen gaan komen om proberen risico's uit hun leefwereld te krijgen. En dat die risico's dus heel ongelijk verdeeld zijn. En die bril van risico's is ontzettend stimulerend om naar uitdagingen voor die samenleving te kijken. Of het nu over Tsjernobyl ging, of over de bankencrisis ondertussen, of over de klimaatuitdaging. Het helpt om voorbij de dagdagelijkse oppervlakkige inschattingen te gaan. En het heeft mij geholpen, want Ulrich Beck is 5 jaar geleden gestorven. Moest hij nog leven, denk ik dat hij ook door die beeld naar de coronacrisis zou kijken. Ja. En ik heb dat geprobeerd in het boek te doen om voorbij de dagelijkse cijferdans van het stijgt, het zakt, te kijken en wat meer naar de wortels van die crisis te gaan. Waar is die verschuiving gebeurd naar een risicosamenleving? Waarin onderscheidt hem dat van andere historische periodes waar dat minder het geval was? De verschuiving is niet op één moment te zetten, maar je kan eigenlijk zeggen de laatste 2-3 decennia van de 20e eeuw zien we de verschuiving naar die risicosamenleving, die steeds meer een mondiale risicosamenleving wordt, dus samenhangt met die globalisering. Wat wil zeggen dat dingen die op één plek gebeuren, zeer grote effecten kunnen hebben op andere plekken in de wereld. Dat heb je gezien met de bankencrisis. Amerikaanse gezinnen konden hun leningen niet terugbetalen aan Amerikaanse banken. En je kreeg een wereldwijde crisis van het financieel systeem. De CO2-uitstoot in de rijke geïndustrialiseerde landen heeft zijn effect op de poolkappen of heeft zijn effect in Bangladesh dat onder water loopt. En ik zie dat ook bij corona, de uitbraak van een virus in Wuhan, om nog niet helemaal duidelijke redenen. En door de globalisering, door het intense vliegverkeer, door het reisverkeer enzovoort, was het virus eerder hier dan de bommenmaskers. Dus wat er gebeurt op één plek in de wereld, en dat maakt corona uniek,
Het is de grootste verstoring van onze manier van leven die we gekend hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. En er zijn nog pandemieën geweest. De Spaanse griep heeft meer slachtoffers gemaakt dan corona tot nu toe. Maar de snelheid van de verspreiding en de impact op de rest van die samenleving is eigenlijk ongezien. Ja. En vandaar dat ik ook zeg in het boek, corona is veel meer dan een gezondheidscrisis of een medisch probleem. Het zegt ook iets over die samenleving en moet, dus als socioloog probeer ik dat vanuit een bredere bril te bekijken. Inderdaad, we hebben die crisis bijna in real-time zien ontwikkelen, nieuwsbericht na nieuwsbericht. Het kwam altijd maar dichter en het kwam altijd maar manifester in de nieuwsharing ter sprake. In die zin dat jij in je boek spreekt over een soort ensenering van het verhaal. Dus een bepaalde manier om het verhaal te brengen. Bedoel je door media, bedoel je door politici, bedoel je door al die spelen samen? Wat bedoel je daar precies mee? Wel, ik denk dat dat een van de belangrijke correcties is die we vanuit sociale wetenschappen aan het medisch perspectief moeten brengen. Risico's zijn nooit alleen objectieve risico's. We interpreteren als mensen die risicograad. Risico's worden geframed, worden geënsceneerd en sommige risico's nemen we heel erg ernstig of overschatten we. Andere risico's hebben we de neiging om ze te onderschatten. Media spelen daar een rol bij, experten spelen daar een rol bij. En het laat zien waarom bepaalde risico's ineens heel dwingend kunnen worden en we andere risico's onderschatten. Dus het ensceneringsperspectief is eigenlijk een bril om te kijken van hoe wordt iets dat een objectief als risico bestaat, op de maatschappelijke agenda gezet. En geraakt het heel moeilijk op. De klimaatcrisis geraakt al 20, 25 jaar heel moeilijk op die maatschappelijke agenda. En hier keek je bijna in real time op enkele weken tijd de ontwikkeling waarbij malaria, TBC of cholera wereldwijd de voorbije decennia veel meer slachtoffers hebben gemaakt en ook dit jaar nog maken, maar geenzelfde mobiliserend effect hebben, omdat het zich veel minder in de westerse wereld afspeelt. Dus heeft het vooral daarmee te maken, denk je, op wie het treft? Of zijn er ook nog een aantal objectieve factoren die dat kunnen verklaren? Bijvoorbeeld het risico op exponentialiteit, om maar iets te zeggen, bijvoorbeeld. Er zijn objectieve factoren die het helpen, maar ook dan mediëren media, experten, politieke debatten een stuk die risico's. En dat maakt dat we voor sommige risico's op de rem gaan staan om ze ernstig te nemen. En klimaat is daar al jarenlang een voorbeeld van. En dat andere risico's in ongezien tempo het risico nummer 1 worden en dominant worden in de perceptie. En waarom heeft dat bij corona, en dat is een van de objectieve elementen, zo meegespeeld? Ja, de incubatietijd was zeer kort. Doe je vandaag niks aan klimaat, dan zal je binnen 5 jaar, binnen 10 jaar, binnen 20 jaar gevolgen zien van wat je vandaag niet gedaan hebt. Reageerde je te laat op corona, dan zag je binnen de 14 dagen de gevolgen in de besmettingen, binnen de maand in de ziekenhuisopnames en binnen de 6 weken in het aantal overlijdens. Dus die ontzettend korte incubatietijd heeft mee bijgedragen aan de dwingendheid van die coronacrisis. Het sluit aan bij de cognitieve psychologie van de mens in die zin. De nabijheid, de snelheid. Ja. In die zin, als je zegt van ja, de samenleving is meer en meer een risicosamenleving, dan wordt de taak van de politiek, alhoewel dat je ergens zegt van ja, het is moeilijk om de toekomst te voorspellen altijd, wordt de taak van de politiek toch meer en meer om risico's in te schatten, om rationeel te anticiperen op sommige zaken. Nu, bij corona is dat een debat dat heel publiek gewoed heeft van ja, had de politiek sneller kunnen reageren? Hebben ze goed gereageerd? Hebben ze op tijd losgelaten? Iedereen heeft daar wel een mening over gehad. Dat is heel op het scherp van de snee gevoerd, dat debat. Ik was zelf in Cuba op het moment dat net voor de lockdown hier in België. En ik, als ik me goed herinner, had het de Wereldgezondheidsorganisatie in januari gezegd van kijk, er komt een pandemie. Dat zijn de risico's. Cuba had in januari een plan om daarmee om te gaan, België niet. Hoe reageer je daarop? Is dat een foute risico-inschatting geweest? Of hebben zij adequaat gereageerd? Ik herinner me de open brief van de rectoren bijvoorbeeld, die de regering tot spoed aangemaand heeft.
Anderzijds zijn er bepaalde maatregelen gelost toen de virologen zeiden, ja, dat kan nog niet. Wat is jouw inschatting van de rol van de politiek hierin geweest? Ik denk dat er twee dingen over te zeggen zijn. Eén, wereldwijd hebben bijna alle landen de mogelijkheid van een pandemie onderschat. En ik ben bij het schrijven van een boek terug naar de publicaties van de Wereldgezondheidsorganisatie gaan kijken. In september 2019, dus in onverdachte tijden, 3 maanden en een half voordat het eerste uitbraak van corona ontdekt werd in Wuhan, publiceerden zij een rapport, The World at Risk, wat eigenlijk een waarschuwing was aan de regeringen wereldwijd. De kans op grote wereldwijde pandemieën zoals we ze niet gekend hebben, neemt ziender ogen toe en onze gezondheidssystemen zijn daar niet aan aangepast. Eigenlijk leest dat vandaag dat rapport als kroniek van een aangekondigde pandemie. Bovendien staat er ook in, ondertussen in recentere publicaties, dat COVID-19 niet de laatste zal zijn, want dat om een heel diversiteit aan redenen, aantasten van tropische regenwouden, maar ook globalisering als verspreidingsmechanisme, dat de kans op volgende pandemieën ook nog groot blijft in de 21ste eeuw. Dat is typisch aan die risicomaatschappij, dat er eigenlijk wetenschappelijke informatie voorhanden was, zoals dat ook voor klimaatopwarming het geval is, maar dat het traag, te traag wordt opgepikt. Aan de andere kant, en dat is het, de nuancering daarvan, eens dat het dan dwingend was, en we de beelden niet meer uit China kregen van de lockdown, maar vanuit de ziekenhuizen in Italië, februari-maart van 2020, dan werd het ineens zo dringend en dan zie je dat politiek al bij al relatief snel gereageerd heeft. In tijden van een extreme onzekerheid, met heel veel informatie dat op dat moment ontbrak, in ons land zelfs een volwaardige regering die ontbrak, en dat je eigenlijk op ontzettend korte tijd maatregelen hebt gaan zien nemen, of niet met volmachten besluiten in België, maar ook in andere Europese landen, die heel ver gingen en heel snel proberen te reageren. Je hebt gelijk mee een heel debat rond van wanneer gaat het te ver, wanneer gaat het niet ver genoeg, hoeveel weken zaten met vertraging. Maar als je nu een beetje afstand neemt, dan moet je eigenlijk zeggen, moest je 1,5 jaar geleden hebben gezegd welke maatregelen een regering zou nemen om de pandemie tegen te gaan, je zou het je niet kunnen voorstellen dat het politieke systeem ondanks alles nog zo performant was. Ja. En dat stemt mij eigenlijk optimistisch, want dat wil zeggen dat de idee van de samenleving is niet maakbaar. Het neoliberale mantra van Margaret Thatcher, Ronald Reagan enzovoort, dat veel mensen zijn gaan geloven, dat we in de aanpak van de coronacrisis eigenlijk een stuk zien dat de maakbaarheid van die samenleving misschien groter is dan we denken. Alleen mag ik daar eventjes op domeinen niet wachten tot het water aan onze lippen staat. Ja. Is het niet zo dat we daar fasen in gekend hebben? Ik herinner mij, we hadden maart, de maatregelen werden afgekondigd. Drastische maatregelen die wij beiden nog nooit in onze leven gezien hadden tot nu toe, denk ik. Iedereen heeft dat gevolgd. Er was een groot gevoel van solidariteit en samenhang in de samenleving. Op een bepaald moment is dat beginnen eroderen, verbrokkelen. Hoe is dat gekomen, denkt u? Ja, ik denk dat er inderdaad een steeds grotere coronamoeheid aan het kruipen is. Eigenlijk kan je corona ook bekijken als verschuivende tijdshorizonten. Op het moment dat de eerste maatregelen genomen werden en de stroomversnelling van maatregelen, de carousel die op gang komt, beschrijf ik het in mijn boek, in maart vorig jaar, had niemand kunnen denken, zelfs de experten niet, dat we een jaar later nog altijd in een coronacrisis zouden zitten met een avondklok, met verregaande lockdownmaatregelen. Dus je ziet die tijdshorizon voortdurend verschuiven. En je hebt gelijk, in die eerste fase was dat in grote solidariteit. Wij kunnen samen dit virus aan en we zijn bereid om voor korte tijd zo'n verregaande maatregel te nemen. Cafés dicht, cultuurhuizen dicht, scholen dicht, thuiswerken, grenzen zelfs gesloten. En dat was het perspectief en misschien na de paasvakantie wordt het beter. Misschien vanaf de grote vakantie gaat het kunnen. En je hebt dan even de versoepeling gehad in de grote vakantie. Als dan de tweede golf kwam en de maatregelen opnieuw genomen moesten worden en bleek dat het niet voor enkele weken was, maar ondertussen al voor 3-4 maanden dat we terug in relatief verregaande lockdownmaatregelen zitten. Dan de hoop op het vaccin. En ondertussen de boodschap, ja, maar het vaccin zal duren tot aan de zomer 2021 voor het voldoende is uitgerold.
En in de tussentijd zullen we ook nog een aantal beperkende maatregelen moeten hebben. Je merkt dat op heel veel corona-moeheidstijds. Ja. Van mensen die hun job zijn kwijtgeraakt, van mensen die opgesloten geraken of zich opgesloten voelen in hun huis, geïsoleerd, van het zoeken van een zondebok, ja, maar die overtreden de regels en wat niet. Heeft het ook te maken met de ongelijkheid die je in je boek aanhaalt? Ja, corona, het coronavirus is voor mij ook een ongelijkheidsvirus. Op heel veel verschillende manieren. Het vergroot bestaande ongelijkheden uit, maar het creëert er ook nieuwe. Je hebt ongelijkheid van oudere mensen en mensen met gezondheidsproblemen zijn kwetsbaarder. Dat is een stuk medische ongelijkheid. Je hebt ongelijkheid naar de armoede-effecten. Als binnen 6 maanden, 7 maanden met een massale vaccinering de coronacrisis onder controle is en de coronacurve terug naar beneden is gegaan, zal de armoedecurve nog op hetzelfde gestegen niveau blijven. En dan gaan we even hard moeten inzetten op armoedebeleid dan vandaag op corona. Maar ik zie daar nog geen politieke agenda rond. Onderwijsachterstand. Ook daar heeft het coronavirus de bestaande ongelijkheid tussen leerlingen vergroot. Tussen diegenen die thuis alle mogelijkheden hadden om van thuis uit het onderwijs te volgen en diegenen die met 3 een computer en een wifi-verbinding moesten delen en dus een deel van de lessen misten. En corona werkt de laatste ook als een etnisch ongelijkheidsvirus. We weten uit onderzoek in Groot-Brittannië, in Frankrijk, in Amerika ondertussen, dat mensen met een migratieachtergrond meer getroffen zijn en vaak intenser en sneller overlijden. Niet omdat ze de regels niet volgen, maar omdat ze veel vaker in kwetsbare beroepen, in frontlinieberoepen werken, veel vaker met veel mensen in kleine panden zonder veel buitenruimte werken. En merkwaardig is dat je bij ons tot nu toe nog altijd geen informatie en geen onderzoek hebt naar welke groepen worden meer getroffen. We weten het op wijkniveau, maar niet naar profiel van een grotere kwetsbaarheid. Dus ja, corona werkt als een ongelijkheidsvirus. En de idee van het is de grote gelijkmaker, dat klopt in de praktijk absoluut niet. Ja, inderdaad. Natuurlijk, we hebben nu de pandemie. Die heeft, zoals hij aanhaalde, allerlei neveneffecten, sociaal, economisch. Dat brengt ons bij de vraag, wat brengt de toekomst? Hoe moet de samenleving hiermee omgaan? Kunnen we anticiperen op toekomstige risico's? Zijn we als samenleving robuust of veerkrachtig genoeg? Iets wat mij verbaasde nu bijvoorbeeld recent was, er blijkt nu dat de economie in het laatste kwartaal gegroeid is. En iedereen staat er daar wat verbaasd naar te kijken. Wat moeten we daarover denken? Stilletjes aankomen de afrekeningen van de jaarcijfers, de jaarrekening van ons land tevoorschijn. Er zijn schulden gemaakt, er zijn belastingsinkomsten gedorven. Dat zijn dingen die we meedragen. Wat brengt die toekomst en hoe moeten we daarmee omgaan volgens u? De toekomst zal vooral veel onzekerheid brengen. En het sociaal effect van de coronacrisis en het economisch effect zal veel langer blijven doorwerken dan het gezondheidseffect. Omdat met de huidige vaccins kunnen we discussiëren over de kwestie van is het weken of maanden en aan welk tempo en welke groepen eerst. Maar eigenlijk kan je ervan uitgaan dat rond de zomer 2021 een zeer groot deel van de bevolking gevaccineerd zal zijn en dus het risico op grootschalige nieuwe uitbraken in ons land onder controle. In andere delen van de wereld nog lang niet. Maar binnen westerse, rijke westerse landen zal het onder controle zijn. En dan zal de vraag zijn, net een beetje als bij de financiële crisis, de bankencrisis van 2008, wat met de financiële impact? En in Griekenland draagt men vandaag nog altijd de gevolgen van de bankencrisis van 2008. En dan gaan we pas dan kunnen inschatten wat de impact op overheidsfinanciën zal zijn, hoeveel mensen die tijdelijk werkloos zijn geworden. Belangrijk vangnet van de sociale zekerheid dat we hadden. In definitieve werkloosheid belanden, hoeveel mensen onder die armoedegrens blijven. Dus we gaan heel sterk moeten nagaan wat de sociale impact is. Tweede, er worden ontzettend veel middelen nu vrijgemaakt om een relancebeleid te voeren, om de economische impact van corona op te vangen. Ik denk dat we daar nog veel meer dan nu gaan moeten kijken hoe wordt dat relancegeld besteed. Mag ik daar een stoute bijvraag over stellen? Ja. We hebben eigenlijk jaren aan een stuk gehoord, het geld is op, there is no alternative. Als er hier iets is dat qua mantra een serieuze paradigma shift ondergaan heeft, is het wel dat verhaal. In korte tijd breken
de middelen bijna eindeloos om op te vangen wat de maatschappelijke prioriteiten zijn. Ja, de steun aan de zelfstandigen, de tijdelijke werkloosheid, hele dure maatregelen. Zal men nu eigenlijk, als blijkt dat er een financiële put is, zeer gemakkelijk dat verhaal terug kunnen ophangen de komende 15 jaar? We moeten besparen. We kunnen niet anders, verwijzend naar deze crisis. Of zullen de mensen dat niet meer geloven, aangezien ze nu een alternatief gezien hebben? Naar het draagvlak en het geloof van mensen, dat is moeilijk te voorspellen. Maar het zal heel veel afhangen van het rentebeleid. Zolang als de rente een quasi-nulrente is en op een aantal plekken zelfs een negatieve rente, is het maken van schuld veel minder erg dan dat je met rentevoeten tussen de 5 en de 10% zat. En dus dat wil eigenlijk zeggen dat niet alleen de coronacrisis, maar vooral de nulrente, Keynes terug heeft doen herleven. En de idee dat je met schulden en overheidsimpulsen een economie terugdraaiende kan houden, zal voor de volgende jaren, zolang als de rente zo laag blijft, veld blijven winnen. En je ziet daar inderdaad een economische paradigma shift. Maar dan blijft voor mij de fundamentele vraag, iedere euro die je vandaag aan relancemaatregelen geeft, om wat voor soort keuzes in de economie te maken. En de reden dat ik het boek heb geschreven is een stuk het... Ik vind het nog te weinig urgent vandaag dat de keuzes die we nu maken, die we deze weken, deze maanden aan het maken zijn, de samenleving voor de volgende 10, 15 jaar zullen bepalen. Er zal geen enkel moment zijn dat er zoveel miljarden overheidsgeld terug in de economie en in de samenleving gepompt wordt. En ik heb een beetje als boutade gezegd, eigenlijk zou iedere relancemaatregel voor het coronabeleid ook een klimaatmaatregel moeten zijn. Is er daar genoeg debat over? Daar is een zeer duidelijk debat over en de Europese Commissie is stappen in die richting aan het zetten en probeert de lidstaten ook in die richting te sturen. Probeert ook de Green Deal te koppelen aan het relancebeleid. Ook omdat de dwingendheid van de klimaatcrisis steeds duidelijker en steeds urgenter wordt. Tegelijkertijd zien we dat ieder van de lidstaten toch nog altijd in de klassieke economie wil blijven investeren. En iconisch daar, als slecht voorbeeld, zijn de akkoorden met de luchtvaartsector. Ja. Waar Lufthansa, Air France, KLM, Belgian Airlines miljoenen, miljarden overheidssteun krijgt om de vliegtuigen eventjes aan de grond te houden en ze zo snel mogelijk terug lucht in te krijgen. Om dan binnen 5 jaar miljarden overheidssteun vanuit klimaatfondsen te gaan krijgen om de sector bij te sturen. Ik denk dat we daar op een aantal momenten zien dat de oude lobbygroepen en de oude economie toch weer zijn deel van het relancebeleid oppikt. En dat er nog een veel groter deel naar die groene economie en transitie en naar sociale maatregelen moet gaan dan vandaag gebeurt. En ik denk dat dat een van de meest relevante politieke discussies wordt in het post-corona-tijdperk. Maar eigenlijk worden die keuzes vandaag al een stuk meer bepaald. Oké. Dank u wel voor dit hele boeiende debat. We hebben heel veel thema's benaderd. We zouden daar nog veel dieper op kunnen ingaan. Maar ik stel voor dat de mensen die verder erop willen ingaan, je boek lezen. Dan kunnen zij zelf erover nadenken. Dank je wel. Graag gedaan. Welkom in deze besmette stad Antwerpen, een klein stadje aan de Schelde. Men noemt dat hier Thailand. Zitten wij hier in Thailand? Nee, het eilandje. Het eiland. Het Antwerps dialect, u misschien bekend, is een havendialect. De mensen moesten vroeger van het ene schip naar het andere ropen. En nu nog op de dag van vandaag. Klinkt dat zo? Daar straks nog op mijn fiets. Ai manneke, ah, licht brandt niet. Dus de A is een typische havenklank van Antwerpen. We staan hier aan het museum aan de stroom, het MAS. Het is eigenlijk bedoeld als een vierde toren in het landschap van Antwerpen. Je hebt natuurlijk de kathedraal, de kerk, de boerentoren, het geld, de Oudaan,
de recht, het politie en zo. En het MAS in 2010, een cultuurtoren, nu volledig ondergesneeuwd door een ander landschap van buildings en lofts, ginds de London Tower. Dus van ver gezien zie je dit museum anders. Waar bevinden wij ons op deze plek? Wel, in het midden van het eilandje, omsloten door vlieten, dokken en sloten. Ik neem u mee naar de 16e eeuw om het even te schetsen. We vergeten even de vikingen en de zeunen van Hans. Maar er was een zekere Gilbert van Schoonbeke, een slimme grondspeculant. En die ontwierp hier, waar nu de dokken zijn, een nieuwe stad, de Nieuwstad. We zijn nu 16e eeuw en zie, daar verschijnt een middenvliet, een timmervliet. Ik zal het u laten zien. Brommers kwamen pas in de 20e eeuw, maar we spreken nu over galjoenen en karvelen. Het graan voor Amsterdam. Aan de timmervliet werden de kleinere schepen gelost. En bedrijvigheid van je welste, heel veel brouwershuisjes. En armoede alom natuurlijk. En de rijken, u kent het verhaal, werden rijker. Daar stond Rubens aan de kade te wachten op het goud van Zuid-Amerika. Ginds waren de brouwershuisjes, de drijfsnoekjes, de bonte mantelen, de gulden leeuw enzovoort. En men zei, dames, aan ons dok kunt ge ze tellen, 1000 wijven, vroeg en laat, die daar sleuren aan de vellen, wel de vent op zwadder gaat. Mocht jij buiten van uw vrouw kijken? Ja, het is wel coronaproof, een klein. Je bent betrapt, meneer Alvoet. Nee, maar het is echt, het is volledig, volledig op de lucht. Een kleine shot. Maar we mogen dit wel, maar dit is live, hè. Dus we mogen dit wel gebruiken, hè. Een typische Antwerpse inwoner, dames en heren. Met de oude Antwerpse naam Griet. We hebben het niet over een schelvis of over een haring. Maar een van de mooiste exemplaren van de Antwerpse soort. Onze Griet, vaarwel en tot in den draai, zoals ze zeggen, in Antwerpen. Oké, we gaan verder in de geschiedenis. Het is een tijd van de Fransen nu. Napoleon, hoe werd Napoleon genoemd? Luister naar dit acrostichon. Nederlands geesel, mensenmoordenaar, armoezaai, rustverstoorder, pest der mensheid, oorlogskweker, ondier, geldwolf, woordverbreker, landbederver, godverzaker, echtverbreker, oproermaker. O monster, voor de hel bekwaam, neem de eerste letters, het is uw naam Napoleon. En Napoleon liet hier twee dokken maken, het Bonaparte dok en het Willem dok, als een soort wapen gericht op Antwerpen. De nijverheid hier was volop, het was hier een werkzaamheid, dames en heren, van je welste. Nu is Antwerpen de grootste chemiereus van Antwerpen, maar toen werden de specerijen aangevoerd. En later de katoennatie, houtnatie enzovoort. Maar de dokwerkers zagen af. Wat at men in de 19e eeuw? Hè? Mensen die in de haven werkten, patatten met azijn en mosterd. En dit is nu geen kookprogramma van het Uilenkot. Ik bedoel, 's avonds kreeg je weer patatten met azijn en mosterd te eten. En de dokwerkers zaten in de kroeg, terwijl de karakollen werden verkocht op de Hanzestedenplaats. Miserie alom. Gelukkig waren er af en toe mensen die voor de rechten opkwamen van deze havenarbeiders. Zijn standbeeld staat ginds, onze Van Rijswijk enzovoort. Enfin, we gaan nu naar het land van de poëzie. We nemen afscheid van dit
eilandje, dat eind 20e eeuw totaal in verval geraakt. Eigenlijk grofweg, pakweg vanaf mei 68. De hijskranen staan stil, de katrollen zwibberen als een lichaamsdeel van Gert Verhulst hier vlakbij aanwezig. Het is stil. Ik heb hier nog gewerkt in de jaren 80 in de haven, want ik wou het leven verkennen. En aan de overkant was er dag en nacht een kroeg open, er werd gedanst op het middaguur. Het is allemaal voorbij. De geschiedenis herhaalt zich echter. Kijk, 500 jaar na Gilbert van Schoonbeke, terug projectontwikkeling. En na een moeilijke start reizen de lofts en de appartementen hier op. En ze zijn eindelijk verkocht. Je zou denken, met zicht op het water. Nee, degenen die geen bovenverdiep hebben, kijken naar elkaar in de blokkendozen. Terwijl de avond valt, lees ik u een stukje voor uit De Wolkendragers, mijn nieuwe boek. En luister eens naar de kinderen van de stad, zeggen ze. Wat zij schrijven over het eilandje, een kort stukje. Ze vragen zich af. Waar zijn de grote blauwe bomen van de kleine groene zee? Zie de vuile was van de stad, glas in het zand. Irijn van de Kaddikstraat, die vertelt van de witte olifant. Van Azië tot Indië, Bombay en Madras. Bruin of rood, zorg goed voor de oude reuzen. Ai ai, de kapitein gooit de krokodillen in het dok en zet de motor af. Kinderen van 8 jaar, zij voeren ons mee naar het land van de poëzie. Hier een hulde aan de binnenschippers, de haringvissers, de kraamkinderen, de stouwers, de nazibazen, de rivierloodsen, de matrozen, de landrotten, de officieren, laders en lossers, zeilbazen, markeurs, voormannen, beldragers, de dronkenlappen, duikelaars, kraamkinderen, scheepsherstellers, naar de shop, dokwerkers, naar het kot, kraanbedieners, paardenmenners, treinbestuurders, vissnijders, kompressorbedienden, luister naar dit gedicht. Hulde aan de werkende mens die hier bij het schuimend bier in de Montevideo-straat, waar de tap dag en nacht doorging, moesten vechten voor hun bestaan. Een aanhef met vakken viool. Want we zitten hier in een illuster Antwerpen. De stad, zeggen ze, van de dikke nekken. Maar het is ook de stad van Wannes van de Velde, Panamarenko en Peter Holvoet Hansen. De stadspeter van 10 jaar geleden. Een ode aan John Lundström, bekend als vakkenviool, die van hier tot in Deurne rondging met zijn kleerkast en zong. Iedereen wordt geboren en eens gaan we allemaal dood. De ene net patekes, de andere drogen brood. En ofwel zijn jij arm, ofwel zijn jij raak. Maar als mens zijn we allemaal gelijk. Dit is het uur, de wilde tuin van onze roes. Nu de orgels niet meer dreunen in de zwarte kat en in de lamp of in de spiegel. Dit is het oord van ons verzet. Met Lilian en met Irene, met Eugène en Mustafa, met de rappen en de neus. Ja, die dokwerkers hadden allemaal bijnamen. In de wind bij de vervlogen molens, er stonden hier heel veel molens. Nu de shake niet meer kan shaken en de transpedo is gebetoneerd. Laat ons
klinken, karakollen, met Marieke en Marie, met Janine en Jeannette, op de builendragers van een hard of droevig lot, bij de gezonken koets van kapitein Rosander, ja, die hier met koetsen al een beetje verder in het dok belandde en verdronk. Op het duikerspak van Jos de Moede, op de zakkenwijven en de vellenkeersers, op Louis de Zeiker en de Kakker, Luie Pier, Jeff de Poeper, Frans de Kleine Popper, de meesters van het goddelijk vertier. Dit is het offer van de kraankinderen, het wiegelied der gehangenen. Dit is de aanhef van ons reuzenlied, met brasem in de kont en snoek in de mond, om te klinken, om te klanken. Blauw is de steen van onze taal. Een heel betoog van de Stadspeter. Ik ga afronden met een gedicht uit mijn boek. Antwerpen, Oostende. Want ik was niet alleen stadsdichter, ik was ook dichter ter zee in Oostende. In dit boek, in de Betere Bibliotheek, verkrijgbaar. Ja, ik ben risicopatiënt. Kunt je lezen bijvoorbeeld een gedicht dat je ook kan zingen ter inwijding van het mas waar we hier staan? Een torenlied. En je kunt het thuis meezingen met een vernuftig refrein dat de Japanners vroeger konden meezingen. Ding dong ding, ting ling ling, kling klang. Want een vierde toren werd hier geboren in het stof van wel en niet. En ik vroeg me af, die memorietoren, heeft die wel oren? Zie dat reuzegom verschiet. Laat de kleur van de klokken klinken. Laat de zon op kasseien blinken. Laat de geur van de schelde strelen. De wind in de stegen spelen. Ding dong ding, ting ling ling, kling klang allemaal. Ding dong ding, ting ling ling, kling klang. Onze stad ziet de bomen verdrinken, van aan het gerechtsgebouw Frankrijk leidt tot aan het Sint-Anna-bos. Wil haar wortels van steen niet meer verminken, maar vandaag klinkt uit vele kelen. We gaan samen weer de koeken delen. Ding dong ding, ting ling ling, kling klang, allemaal samen. Ding dong ding, kling kling kling, kling klang. Schiet een doel, soms een dok te ver. Sta dan stil bij een klare ster. Kinderkopjes wil rollenbollen, want de tijd blijft maar verder hollen. Ding dong ding, ting ling ling, kling klang. En de haven wordt alsmaar groter. Als je hier op het dak van het mast staat, ziet je daar die ettelijke vierkante kilometers. 10 jaar geleden was er een bestuurslid in de gemeente die zei dat fijnstof een mythe was. Ik heb een longaandoening. Het fijnstof is helaas hier rampzalig aanwezig. Maar ja, werkgelegenheid. In de hoop natuurlijk dat ook gezondheid gaat primeren. Sluit ik af voor de kinderen die per ongeluk meekijken. Een slaapliedje. Antwerpen, ik weet niet of je er ooit uit vrije wil naartoe wilt gaan.
is een stad van reuzenmakers. Marionetten, de Pouchenellen, die helaas allemaal gesloten zijn, die theaters. En als men vroeger walvisbeenderen vond, dan zei men, ha, dat zijn botten van de reus Druon Antigo. En je moet niet geloven dat Brabo de hand van de reus afgehakt heeft, omdat hij een soldaat was. Nee, hij was een zanger. En in het spoor van Paul van Ostaaien, 100 jaar geleden, schreef hij over de door de Duitsers bezette stad. Voor u. Een gedichtje dat je kunt lezen in Antwerpen, Oostende of in mijn blauw boek, waarbij je mooie dromen krijgt. Reuzinneke, stap in de boot. Dromen zijn uw reisgenoot. Reuzinneke, dans met ons, keer u toch niet om, pom, pom. Schoon spinneke, een kleurenstoet. Kijk, de reuzen van Royal Deluxe. De stad is nu een toverhoed. Schoon rozeke, de avond valt. De sterren voor u uitgestald. Reuzinneke, en zijt ge moe, doe dan maar de luiken toe. Reuzinneke, en zet hem nu, doe dan maar de bloeikes toe. Petit géant, bateau te bergs, houle de huis, zucht wat vers. Petit géant, danse avec nous, va ne te retourne pas. Oh, belle père, couleur, en route, voilà ville, chapeau magique, oh joli monde. Que tombe la nuit, pour toi, ciel des trois amis. Petit géant, si tu es là, trace tes rêves et joie en bras. Petit géant, si tu es là, on la songe en verse et joie en bras. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.